Ik had gezien dat er de afgelopen paar weken een grote hype is op het internet. Ik weet niet, wereldwijd of vooral. In Nederland en België, maar dat zijn natuurlijk de tire lists. En toen dacht ik laat ik eens gaan kijken wat ik van zo'n tire list vind en ik heb een onderwerp opgezocht waarover ik een tire list zou willen maken en dat is natuurlijk iets van Marvel. Dus daarom gaan we nu ook kijken naar Marvel, naar tv en film vooral en ik zie daar onmiddellijk heel veel staan van de Marvel Cinematic Universe, kom we gaan gewoon van de MCU doen. 115 so far MCU characters. Dat zijn al te veel. Kom maar. En die gewoon eens pakken. We weten, we weten niet eens dat we er gaan komen. Oké. Okay, dat zijn 115 personages. Van de MCU. We gaan er heel snel overheen gaan. We gaan beginnen van het begin. Mensen die ik heel slecht vind. Tot mensen die ik heel erg goed vind. Maar is het dan... De manier dat we gaan kijken van hoe sterk zijn ze of wat zijn mijn persoonlijke gevoelens. En dan denk ik dat we beter kunnen gaan kijken naar mijn persoonlijke gevoelens over het personage. Want dan heb ik een, dan hebben we tenminste iets aan deze video. Want als we een power ranking gaan doen, dan, dat kan je overal bekijken. Nu blijft het nog eens fantastic. Dus laten we snel gaan beginnen. De Abomination. Die ga ik al zetten bij heel erg slecht. Want ik hou totaal niet van het personage. Het is ook nooit meer teruggekomen. Ik vond hem heel erg gerust. Het is een incredible hulk film en incredible Hulk zelf was ook niet bepaald een goede film. Dan hebben we hier, volgens mij is dat de Ancient One? Is dat de Ancient One? Ik kan het niet goed zien. Dat uh, is de Ancient One. Oké, okay. de Ancient One gaan we onmiddellijk zetten bij de B, want dat vind ik wel een cool personage, dat vind ik heel erg cool. Die is ook goed uh, bedacht, die is ook goed in scène gezet. In Endgame was die prachtig te zien. Ja, ik ga spoilen voor Endgame. Heb je hem nog niet gezien? Ga hem snel kijken. We moeten nog maar 173 miljoen eerder we Avatar bieden. Hashtag beat Avatar. Dus alsjeblieft, ja hem kijken. Dan hebben we Scott Lang. En die heeft zichzelf al echt geredeemd in Endgame. Ik vond het niet zo'n boeiend personage. En de Wasp vond ik ook niet zo'n bepaalde goede film. Dus, ik vond echt dat ze hem goed hadden gedaan in Endgame. Hij zat er echt goed in. En hij is natuurlijk gered door een rat. Dat moet je ook er even bijnemen. Groot. Een van de beste personages. Ik hou van Groot. Vooral Baby Groot. Hebben we ook een andere Groot? We hebben ook de oudere Groot zie ik er staan. En we hebben waarschijnlijk ook teenager Groot dan. De die zie er niet staan, maar die zal waarschijnlijk wel even bij. Dan staat die er niet bij. Oké, okay, misschien hebben we er gewoon overheen gekeken. Maar dus. Baby Groot, een van de beste personages in history. Uh, ik hield zoveel van die man. Van dat kind eigenlijk. Dan hebben we Bruce Banner. En dan ga ik even een onpopulaire mening geven. Ik vind Mark Ruffalo een heel goede acteur. Ik vind hem heel erg tof als de hulk. Maar ik vind zijn hulk personage niet zo leuk. Zijn personage is gewoon niet boeiend. En ze hebben natuurlijk de trilogie gegeven. Maar die vind ik ook niet zo heel erg boeiend na een tijd. Want ik vind, en, 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 ik vind het allemaal een beetje gerust voor hem. Ze dus hadden een beter wat meer tijd gegeven... Of vier van ze dat allemaal in beeld te brengen. En Professor Hulk hadden we misschien een beetje meer tijd in moeten hebben. Dus Mark Ruffalo, ik zet jou bij de B. Ik vind jou gewoon niet zo geweldig. Als een Avenger dan. Zoals de rest zal komen te staan. Dan hebben we de T'Challa, de Black Panther. En die kan ik onmiddellijk zetten. Ik vond hem niet zo heel goed in het begin. Ik vond hem een beetje irritant zelfs. En daarom heb ik hem meer... Een, nee, gevoel over hem, maar ze hebben hem ook wel erg ge redeemed in Endgame en in Infinity War. Maar als ik eerlijk moet zijn, vond ik dat ze de Wakanda Battle gewoon in Wakanda hebben gedaan. Om gewoon in Wakanda een battle te kunnen doen, omdat Wakanda nu vrij is. Hoe vaak heb ik Wakanda gezegd? Ik weet het ook allemaal niet meer. Dus, ik ga jou ook bij de B zetten. Dan hebben we de Winter Soldier en die ga ik bij C zetten, want ik vind hem helemaal niet boeiend. Maar echt helemaal geen kut vind ik aan hem. Dus, dat is wel jammer dan. Maar ja, hij staat dus in de C. Dan hebben we Steve Rogers. Die ga ik natuurlijk bij A zetten, want deze story arc was echt awesome. Dus daar ben ik echt blij mee. Captain Marvel staat waarschijnlijk bij velen bij F, maar bij mij gaat hij toch wel wat meer naar de richting de C gaan. Ze moet, ze moet zichzelf nog gaan redeemen, want ik vind, haar eigen solo movie was, vond ik vrij goed. Maar hij was niet bepaald van wow. Hij was niet bepaald overpowered, als je dat zo zou willen zien. Dan hebben we de Collector, die ga ik bij E zetten, want die vond ik helemaal niet zo heel erg boeiend, maar beter als de Abomination natuurlijk. Dan hebben we Phil Colson, die eh, vind ik jammer dat ze niet meer hebben gebruikt tot in Captain Marvel. Maar die ga ik dus ook bij de C zetten, want ik vond dat ze er meer tijd mee mochten hebben. Crossbows is een D, vond ik persoonlijk, zodat we daar ook iets hebben staan, en omdat hij was een tof personage, was gewoon niet zo goed in beeld gebruikt. Dormammu, uh, dat is een lastige. Dormammu, wat vind ik van Dormammu? Van Der vind ik dat we hem vooral in C een D kunnen zetten. We moeten nog meer tijd met hem kunnen doorbrengen. Drax vind ik een oprechte A. Drax is awesome. Drax, ik hou van die gast. Dan hebben we Ego. Ik vond Ego ook niet zo heel slecht, maar ook niet zo heel erg boeiend. Dus die gaat ze in het midden zetten. Dan hebben we. Wie is dat? Ah, dat is de zoon van Thunderbolt Rust natuurlijk. Van onze man uit, uh, uit, uit Civil War. En deze man is dan Black Panther en Civil War. Dus waar gaan we hem zetten? Bij D. Ik vond hem ook iets heel erg boeiend. Falcon. Uh, een beetje hetzelfde als Bucky. Ik vind hem ook iets heel erg boeiend. Maar hij is wel een cool personage. Nick Fury. Die gaat ook hier bij de C. Want ik vind... Nee, die gaat bij de B. Die vind ik wat beter. Ik hou van Samuel L. Jackson. Maar hij is niet bepaald een masterpiece binnen de films. Dan hebben we Gamora. En die ga ik bij E. Nee, bij I don't know. Die ga ik bij D zetten. Want ik vind Gamora helemaal niet interessant. Ik vind dat ze veel te veel screentime had in Avengers. Infinity War, ik vond haar eindelijk een beetje leuk op het einde van haar tijden in Infinity War. Maar toen hebben ze natuurlijk in de 2014-versie een Endgame gebruikt en dan ben ik weer zat, Want ik mocht haar per personage totaal niet. Dan hebben we Ghost. En Ghost vind ik maar een nee, Ik vond het niet bepaald boeiend. Ze hoeft ook niet meer terug te komen voor mij. Ze was niet echt een van de meest beste villains. Dan hebben we Goose the Cat. En die ga ik ook bij Gamora zetten. Want ik vond het een heel cool personage. Maar ik vond hem een tijdje wel te veel gebruikt. Daar ben ik eerlijk over. Hij was te veel gebruikt. Gebruikt. De Grandmaster vond ik eigenlijk helemaal kut. Daar vond ik eigenlijk echt niks aan. Sakaar was toch de Grandmaster. Vond ik nee, Was niet bepaald heel erg goed. Hank Pym vind ik een... Mediocre. Het is niet dat ik hem niet mag, maar het is ook niet dat ik hem wel mag, zeg maar. Ik vind hem gewoon een oké okay personage. Happy vind ik dat hij een steeds grotere rol krijgt, steeds betere rol ook. Dus hij krijgt bij de B. Hawkeye heeft zichzelf ook heel erg die heb je bij de A zetten. heeft nog niet mijn hart veroverd als een echte Avenger, maar hij staat al heel erg hoog. Heimdall vind ik ook meer een meh van kan beter. Dan Hella vind ik een niet goed, niet slecht personage. Howard the Duck hebben we gewoon nog geen. Screentime gehad. De twee zinnen die hij heeft gezegd, dat kan mij geen beeld geven. En ik heb zijn eigen filmen gezien die ze vroeger in 1980 ergens hebben gedaan. Dus ik, ik vind gewoon dat deze character kun je niet raten. Dan hebben we Howard Stark. de vind ik een D. Nee, een, een, een C, ja. Ik vind hem boeiend, maar niet echt boeiend. Boeiend. Gewoon dat. De c reeks is gewoon boeiend, maar niet heel erg boeiend. Dan hebben we Tony Stark. Die gaan we natuurlijk bij de A-plus zetten. Janet van Dyne vind ik bij de bij de e, want hebben we bij de eer hebben we nog niet screen screentime mee gehad uh, Justin Hammer hetzelfde Kaecilius vond ik goed man niet vond ik oké okay. dan hebben we de Mandarin is dat die gaan we ook hier zetten want die was ook eigenlijk... Die was na een tijdje een beetje te, te. Ik vond hem te hard in de film gebruikt. Het is natuurlijk de baas, maar oké. Okay. En ik vond de Mandarin-twist wel leuk, maar dan vond ik dat beter als Ben Kingsley. Dus als we die hebben, die gaat hoger staan. Dan hebben we hier nog Killmonger. Killmonger is automatisch een A voor mij. Want Killmonger, sorry, maar die motieven. die verdienen zelfs een A plus voor mij. De motieven van Killmonger waren prachtig. Zijn manier niet, maar zijn motieven wel. Dan hebben wij hier uh, Claude, die vond ik. Uh, een date check, ik vond hem eigenlijk echt heel slecht gebruikt in Black Panther, dus dat is jammer. We hebben we veel, we hebben nog er heel erg veel. Oké, okay, we gaan door doen. <laughs> we hebben een beetje eroverheen gezeten met ons idee om hiervan een lange 115 personages. codat. die vind ik dan een F waard. Cork, vind ik een A waard, want die vind ik echt awesome. Dan hebben we Sean Gunnwitz een, een personage? personage. ben ik kwijt. Dan gaan we die hier zetten, nee, dan gaan we die hier zetten. Craigland, ik vind hem niet zo heel erg boeiend. Loki verdient dan weer een A'tje. die vind ik dat ze een beetje hebben misbruikt in Infinity War, sorry. Zijn dood was gewoon niet zo bepaald goed. Lewis verdient ook een A, want hij is natuurlijk awesome. Alleen ga ik hem bij B zetten, want ik vond hem in de Wasp niet zo awesome. Hem gaan we natuurlijk beneden zetten, ik vergeet zijn A. wat was zijn naam ook weer? Malekith, iedereen vergeet zijn naam altijd. Mantis ga ik ook bij F zetten, nee bij E, want ik vind Mantis eigenlijk Echt nou nee, ja, boeiend. Ik snap niet wat haar powers precies zijn, behalve mensen tot slaap brengen en mensen hun gedachten lezen. Dus wat gaat zij doen in een battle? Ook bij de female Battle in Infinity, War, bij de A-Force Battle? Wat ging zij doen? Zij was aan het meelopen, ze was een beetje bang aan het kijken. En daarna ging ze gewoon een beetje slaan of wat. Ik snap niet wat zij gaat doen. Wat gaat ze doen? De bad guys slaap. Oké, okay, dan slapen ze. Dus, Dan gaat iemand anders neersteken, iemand anders helpt. Mantis, ik snap niet waarom dat hij erbij zit. Oké, okay. Maria Hill, die ga ik hier bij de C zetten. Ik heb er geen mening over. Is Dat Dat is Mbaku, denk ik. En Baku uh, ik ga ik zetten bij de B, want die vond ik best cool. Dan hebben we uh, dan hebben Mordo, die ga ik ook zetten bij de zeer mening Want ik vind dat hij die cool heb ik gebruikt in, in Dingen. hoe heet dat film? In Doctor Strange, maar dat hij nog wat meer screen time nodig heeft. En dat gaat hij waarschijnlijk ook krijgen. Dan hebben we hier Nakia. Nakia vond ik niet zo heel erg boeiend. Dan hebben we Nebula, die vond ik best oké, okay, vooral in Endgame. Dan hebben we Ned Leeds, die vond ik best wel grappig. Dan hebben we Odin die vind ik best oké. Okay. Dan hebben we Okoye, die vind ik iets aan de betere hand. Dan hebben we de adult Groot, die vind ik ook iets aan de betere hand. Dan hebben we Peggy Carter, die vind ik niet zo heel erg, heel erg, heel erg, heel erg, heel erg boeiend. Dan hebben we Pepper Potts, die vind ik niet zo heel erg, heel erg boeiend. Dan hebben we Alexander Pierce die vind ik me. Dan hebben we, uh, Quicksilver, die vind ik bij de slechte, want die hebben ze heel slecht gebruikt in Age of Ultron. Quicksilver is gewoon die bepaalde aangepolyte. Dan moet je ook toegeven dat dat wel beter kan. Dan kunnen we deze trouwens een naam geven. Dat is misschien iets handiger. Oké, okay, we kunnen weer verder. Want we hebben nu even alles een naam gegeven. Is het ook iets makkelijker om aan de hand, om te achterhalen wat het precies gaat voorstellen? Red Skull vind ik dan, die ga ik even zetten bij de ash. Ik vond hem helemaal niet zo boeiend. Zeker, ik vond, ik kan hem bij, de doorzetten. Ik, ik vond hem niet boeiend. Ik vond hem niet slecht. Ik vond hem gewoon slecht gebruikt. Op het einde van. De First Avenger. En ik vond hem dan weer net iets aan de oké okay hand gebruikt in Infinity War en Endgame. Dan hebben we Rockets. Ik, vond, ik vind hem wel beter geworden. Dus I like you. I like Rockets. Ronin vind ik een 50-50 zaak. Scarlet Witch net hetzelfde. Nee, die vind ik een New Die kan ermee door. Ja, die is best oké, okay, vind ik dan zelf. Dus ja, ze hebben hem um, wel be hebben haar beter gemaakt sinds. Alle films eigenlijk. Alle films is ze iets sterker, dus dat is goed. Sherry, Ah, uh, ik vond dat zo'n leuke, zo leuke meid. Maar dan hebben we haar een endgame in Endgame en Infinity War en dat had haar iets omlaag gehad. Normaal stond het bij, stond het bij de I Love You, maar nu I Like You, want ze hebben haar een beetje dirty gedaan. Sif, die gaan we zetten bij de Ugh. Ik vond het er niet bepaald interessant. Dan hebben we hier die man met de Destroy, Die gaan we zetten bij de 50-50. Ik vond die wel tof. Spider-Man gaat straight naar de I Love You. Ik hou van Spider-Man. Chris Pratt gaat bij de. Ja, best oké. Okay. Doctor Strange is een. I like you. Ik hou wel van Doctor Strange. Talos vind ik ook een cannabido. Uh, of I like you villain. Dan hebben we hier Taserface. Taserface vind ik helemaal niet interessant. Oh, hier is Teen Groot. Uh, teen Groot vond ik uh, helemaal niet interessant, eigenlijk. Teen Groot vind ik nog steeds best irritant, als ik eerlijk moet zijn. Ik had beter. Ik had meer van hem verwacht. Dan hebben we Thanos, die gaat straight to I like you. Toch die gaat naar. Of de I like you. Tennis gaat bij I love you. Toch vind ik dat ik gewoon een beetje rare keuze hebben gemaakt met dat dik. Ik snap wel dat dat is gedaan om hem in een story art afronding te geven. Want hij hey, is eigenlijk de man die hij zou moeten zijn. Hij laat zijn pijn doorkomen. Maar de dikke had niet gehoeven, vind ik persoonlijk. Dan hebben we Thunderbolt Rose. Ik vind het nog steeds een idioot, stom karakter. Personages, waarom doe je dat? Ben Kingsley vind ik dan wel weer bij de 50-50 zaak horen. Oké, okay, we gaan het zo beginnen dus. Ja, het zijn 115 personages. Het wordt een beetje druk hier. Ultron vind ik ook 50-50. We hebben Valkyrie. Die vind ik eigenlijk kan er mee door. vind die bepaald erg interessant. Vision net hetzelfde. Bij Vision gaan we zeggen 50-50. Ik vind het niet zo'n bepaald wow personage. I like you is voor de Vulture. Hebben Machine, een, uh, een dan hebben we War Machine. Die krijgt een jokke. Dan hebben we Jan. dan hebben we hoop eigenlijk. Die krijgt uh, ook hier een... Hoe heet het? Een ja, die gaat best goed. Nu moeten we even uitzoomen, Als komen we er niet meer. Dan hebben we hier uh, Mike Rourke of zoiets. Dat is een echte naam. Wat was het? Ah, Whiplash. Slecht. Ik hou echt niet van Whiplash. Ik hou niet van Iron Man 2. Black Widow vind ik dat ze hem goed hebben gebruikt. Ze dus gaan gaat bij de ja staan. Wong vind ik een ja-personage. Daar die, die hebben we die hem ook. Daar zit hij even zijn naam. Of Weet Hoe heet die? Jan Doe. Jan natuurlijk. Daar hebben we. Oké, okay, een, een popular opinion. Iedereen houdt van Jude Law, ik hou van Jude Law, maar ik vond hem niet passen in het personage. En je gaat, uh, ik vond hem gewoon niet bepaald heel erg goed we hebben. Baron Zemo, Zemo gaan we zetten bij de kan door. Dan hebben we, de yellow jacket gaan we ook zetten bij de er door. Dan hebben we Ebony Maud, die gaan we zetten bij 50-50, kan er nog net mee door. Op dice Staines, ja. Dan hebben we hier Emilia van Kamp. Sharon Carter. Vond haar niet zo jaren. boeiend. Stan Lee gaat naar to I love you. Dan hebben we Marisa Tomei die bij de 50. nee die bij de Yo, I like you. Dan hebben we haar, ik vind nog steeds een idioot toevoegen aan Guardians of the Galaxy Vol. 2. Maar ik snap wel dat ze Adam Warlock willen erin krijgen, dus oké, okay, daarmee kan het alweer maar door. Dan hebben we hier uh, Carl Obsidian, is dat dit? Nee, dat is Corvus Glaive is dit. Uh, die gaan hebben... we. Ja, ik vind toch oké. Okay. Ik vind het niet bepaald. Wauw. Nu, vind... nee, wacht. als we... Dan gaan we die wel even omwisselen, want ik vind die maar beter. Oké, dan hebben we, okay, we haar. Dus ik ga bij Waarom, want ik mag hier helemaal niet. Hem weet ik niet eens wie het is. Oh, dat is van Antman and the Wasp. Ja, ik weet niet eens wie het is, dus ugh. Dan gaan we weer eventjes moeten uitzoomen. Dat wordt een beetje kleiner. Dan hebben we hier. Ik kan niet meer goed zien. Wie de fuck is it? Oh, dat is uh, die man die Zachary Levi heeft gespeeld. Maar dan de volgende. Oké, okay, ik kan ermee door. Nou, nah, nah, Dat is beter moeten gebruiken. Hier, oeh. Dit wordt leuk. Flash. Ik vind Flash veel een leuker in The Amazing Spider-Man. Dus, uh, Flash, waarom? Dat was een heel slechte casting, vind ik zelf. Dan hebben we hem hem hebben we ze wel goed gedaan in Ragnarok. Hebben we 50-50 zetten. Natalie Portman had ik. Jarvis vond ik wel cool. Dan hebben we hier, is dat, 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 is die destroy ding, die, uh, die, die, dat is Curse. 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 Uh, Curse vind ik kan er mee door. Dan hebben we hier die man, die, beetje zoek, uh, die beetje een beetje de beetje los man. Die gaan we zetten bij Kana Die gaan we zetten bij Ugh, vond ik niet bepaald interessant. Maria Rambo vind ik kan kana mee door, vond ik ook niet heel bepaald interessant. Mick vind ik ook niet echt interessant. Dan hebben we haar, is dat een Marvel? Nee, dat is. Mar nee, dat is Marvel zelf. Wie is dit? Ik weet wie het is, maar nee, oké. Okay. Ik kan haar naam niet herinneren, ze dus bij. Daarbij... Oh, ik vond het sowieso niet boeiend. Zendaya of uh, MJ vind ik dan wel weer. Ja, die vind ik dan ook mogen zetten bij de I like you. Ik vind MJ wel een leuk personage. Dan hebben we natuurlijk Cal Obsidian, die vond ik helemaal niet zo heel erg boeiend gedaan. Proxima Midnight vond ik 50-50. Dan hebben we John C. Riley, vind ik oké. Okay. Die was helemaal niet slecht. Eric zelf, ik vind het dan iets de betere versie van al de personages van die drie, dus ik ga ermee door. Dan hebben we die Jasper Sitwell die gaat bij de 50-50 komen. Deze man vind ik helemaal niet zo interessant. Dan is dat zelfs zijn naam kwijt. Ik weet gewoon dat hij in Endman en the Wasp speelde. Sylvester Stallone was. Uh, ush, was niet bepaald interessant. Uh, Volsteik, is dat Volsteik? Die dikke? Die dikke, sterke man van Marvel, dat is Volstijk, van toch Die gaan we zetten bij de anime door. vond hem wel grappig. En dan hebben we hier nog die vriend, gespeeld door Chris Kaluuya. Uh, die vond ik helemaal wel een beetje 50-50. En dat zijn ze! Oké, okay, dus, dat, zei, dat heeft ons 20 minuten geduurd. Maar hey, hebben we ook eens een langere video? Een... Oké, okay, was het bedoeld een kortere video te maken, Toen kregen we ineens dit. Mensen, zijn jullie het eens met mijn mening? Hebben jullie gekeken tot nu? Laat het weten in de comments hier beneden. Ben er heel erg benieuwd naar. Dus mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef een like, comment, subscribe. Deel deze video even jullie bedanken voor kijken. En bye bye.